bekend terrein, Jay. Niet normaal. Nee. Na het hooghouden in de jeugd met Eriksen. Wauw, deze foto is wel echt mooi. Helemaal op dit moment. Bizarre foto. Echt mooi. Mocht ik een speler kiezen om daarna op de foto te gaan, koos ik Eriksen. Heel eerlijk, had je dit gedacht toen je als 14-jarig jochie de deur achter je dicht deed? Nee, nooit. Nee, dit is wel echt de meest bizarste droom ooit die werkelijkheid is geworden. Nee, ik had niet verwacht toen ik hier de deur dicht deed dat hij ooit nog open ging. Mitchell Bakker, Paris Saint-Germain, Jurgen Ekkelenkamp, hier natuurlijk nog, Sven Botman, Lille, Tijon Redan, Hertha BC. Zie ik daarna ook Dest schuin onder jou? Sergio Dest? Weet je ja, Sergio Dest, ja, Barcelona. Ja, bizar. Mooie lichting. Ja, echt een bizarre. Juan Familia Castillo bij Chelsea. Van het moment dat ik voetbalschoentjes aan kon, denk ik, en een tenuutje aan kon om rond te lopen in huis, had ik een Ajax-tenue aan. Ajax-taart toen ik jong was. Ajax op tv, Ajax aan de muur. Op bed, kussentjes Ajax, beddenhoezen Ajax. Ja, het is een diehard fan eigenlijk. Ja, het is gewoon, het zit in mijn bloed en mijn familie, iedereen Ajax, iedereen Amsterdam. En het is iets wat gewoon, ja, het is zo moeilijk uitleggen, het is iets wat door merg en been gaat. Je straalt ook helemaal. Ja, ik vind het geweldig. Ik kom ook bijna niet uit mijn woorden. Het is gewoon een droom die werkelijkheid wordt. En ik denk dat niemand weet wat dit met mij doet of wat dit met mij heeft gedaan de afgelopen periode dat ik hier mijn handtekening heb gezet. Is dat ik al voorbij zien komen. Zo mooi. Thomas Rier en hij schoot van, verstond volgens mij 3-3 in de jeugd. En als ik het goed heb, volgens mij een kampioenswedstrijd. En hij schoot 4-3 zo van een afstand binnen. Daarom was ik rond de middenlijn. Daarom was ik er ook zo snel bij als een van de eerste. Hij schoot hem binnen en ik ging er meteen achteraan. Ja. Ja. Toen komen toch die herinneringen weer mooi op. Wat voor mannetje was je toen? Weet je er nog? Ja, wel een, ik was altijd heel klein. Dat kan je ook wel zien. Ik was altijd heel klein en ik... Ja, klein, maar ook wel brutaal Amsterdams mannetje. Ja, bravoure en vervelend en niet altijd overal mee oneens, meer oneens dan eens. Altijd eigen mening. Ik was wel echt een mannetje, maar dat heeft me op zich ook wel weer gemaakt wie ik ben. En ik denk dat als je met dit logo op je borst speelt met die 3 sterren, denk ik ook wel dat je wat bravoure mag hebben en dat mag laten zien. Maar bij mij was het soms wel te veel. Maar dan, ja, wat dan? Gewoon, ik was wel... Altijd eigen mening, dan kan je straks nog aan mijn ouders vragen, altijd die eigen mening, altijd dat doordrammen, altijd dat... En dan niet eens op een arrogante manier, maar gewoon van zelfverzekerd. Gewoon ik bepaal het. En, ik weet het beter. Ja, daarom. En als je jong bent, dan helpt dat niet als je dat tegen een trainer doet. Het is alleen maar averechts. Alleen het heeft me bijvoorbeeld in het veld, laat wel mijn kwaliteit zien. Het heeft wel gemaakt wie ik ben als voetballer en als mens nu. En dan word je nu wat volwassener en dan kan je leuk op terugkijken. Daarom zijn dit soort dingen ook geweldig om te zien natuurlijk. Ik denk dat ik volwassen ben geworden en uiteindelijk als je dat laat zien en mijn vorige seizoen dat ik dat heb laten zien, dan ook voor de camera, dat doet er ook in mee, dat soort dingen, dan laat je wel zien dat je gewoon een volwassen jongen bent geworden die groot genoeg is nu, 1,91 en dan valt het toch op zijn plek. Dan moet je zien hoe klein ik eigenlijk altijd was vroeger. Je hebt echt een groeispurt. Ja, ik was altijd een van de kleinste van het elftal en toen... toen ging dat allemaal niet zo vlot en binnen 1 jaar ben ik echt centimeters gegroeid en ik ben nu 1,91. Als jij klein bent en er wordt van afstand geschoten en het gaat steeds harder, dat kan je nog zo geweldig zijn, maar dat valt op. En daarom ben ik wel blij dat ik die groeispurt uiteindelijk heb gemaakt, want anders weet ik niet of ik hier had gestaan. Dat is gewoon heel simpel, je moet hem, vind ik, en heel veel clubs kijken daarna een bepaalde lengte hebben, wil je succes vaak behalen en die heb ik nu wel gelukkig. Ik ben boven de 1,90, dat is mooi en klein mannetje is toch wel groot geworden. Hoe pijnlijk was dat dan om dat te horen toen als Ajax-zietje van joh, je moet gaan? Ja, je voetbalt hier 4 jaar lang, het is jouw club en daar heb ik wel echt wat nachten van wakker gelegen. Maar uiteindelijk ben ik ook wel een persoon die zichzelf oppakt. En, mijn doel en droom is altijd geweest om terug te komen waar je thuis hoort. En daar moet je door voor blijven vechten in de tijd dat je er niet bent. Ben je daar altijd mee bezig geweest in de jaren bij AZ? Ja, tuurlijk. De club werd steeds groter. En mijn support en mijn fan, dat werd ook nog steeds groter. Ik heb iedere Champions League wedstrijd bijgewoond bijna. Competitiewedstrijden, als ik kom, was ik er. En het blijft toch je club. En dan is het aan jou om te laten zien dat je echt kan werken om er terug te komen. En ik ben blij dat het echt zo uitgepakt is.
iedere keeper die bij Ajax onder de lat stond was op dat moment voor mij een voorbeeld. Omdat ik dat zelf altijd wel gedroomd had om daar te staan. Dus dan kon deze foto ook niet mis. En nu heel dichtbij om ook op die plek te staan. Ja, echt. Op dat veld. Ja, echt. Ja. Nee, dat is en blijft een droom en nu begint het pas. Maar ja, wel een stapje dichterbij als ik vorig jaar was en het jaar daarvoor en het jaar daarvoor. Dus iets om trots op te zijn natuurlijk. Dan krijgt hij te maken met de keeper van het Nederlands elftal. En nog een soort veteraan, pasfeer. Ja. Hoe kijk je er naar uit om met hen samen te werken? Ja, geweldig. Ik kan zoveel leren nog van hen. Ik heb één seizoen meegedraaid en dat is boven verwachting goed gegaan. Maar ja, die twee hebben zo ontiegelijk veel ervaring. Toen in 2010 Zuid-Afrika volgens mij was dat. Toen kwam jij hier, toen keepte hij de finale. Ja, toen keepte hij de finale en haalde hij die bal van Kaká eruit. En toen was ik een jongetje op de trampoline springend kijken naar Oranje. Dus ik kan zoveel van hem leren en van Pasveer ook. Twee geweldige keepers en ik hoop zoveel van hun te leren dat uiteindelijk ik het stokje zou kunnen overnemen. En vandaag nog een paar keer jezelf goed knijpen en aan mijn ring zitten, een beetje kijken of het allemaal echt waar is. Maar dat komt wel goed. Mensen om me heen die zullen me wel een paar keer tikjes geven. Komt goed. Welkom thuis. Dankjewel.